Femke Gerritsen, 2 jaar geleden bij de Nieuweling Meisjes, nu bij de Junior Vrouwen. Hoe heb je dat geflikt vandaag? Ja, op het juiste moment pieken, denk ik. Nee, dat een goed antwoord is. En jouw tactiek vandaag, wachten tot die allerlaatste ronde of was het aanvankelijk niet het plan? Nou, eigenlijk het niet. Het plan was om al best wel vroeg, eigenlijk een harde koers te maken. En al best wel vroeg gaan aanvallen met het team, al steeds om zijn beurt. Maar we kwamen steeds maar niet los. En ja, ik wist dat het na die kasseien elke keer iedereen kapot zat. Dus ik had, probeerde gewoon alles of niets poging. En ja, sprint was heel lang, maar ik heb het gelukkig gehaald. 2 jaar geleden toen je won bij de Nieuweling Meisjes, was je nou eigenlijk net overgestapt zo'n beetje volgens mij van de BMX. Nu ben je ondertussen wel echt een gelauwerde wielrenster geworden. Je maakt het mooi af. Ja, ik vind dat ik nou wel een echte wielrenster ben en geen BMX'er meer. Dus, En je seizoen, ik kan me herinneren, etappezegen, podiumplekken in de Healthy Aging Tour. Verder tevreden? Ja, mijn seizoen is tot nu toe echt top. Inderdaad, die etappezegen was heel mooi. Ook solo. En eigenlijk gaat het seizoen tot nu toe gewoon heel goed. Wat staat er nog meer op je wensenlijstje? Ik hoop het EK en WK te rijden. En dan, als ik dat mag rijden, daar natuurlijk ook een mooie uitslag te rijden. Ik denk dat ik daar zeker kans heb. En misschien ook wel de tijdrit. Dat is ook al mijn doel om die te rijden. Dankjewel.